Hey, hallo! Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Back to Beauty. Vandaag ga ik jullie meenemen in de hal. De hal. de hal. Met het schilderen van de hal. Dit is een project wat in verschillende stappen gaat. En ik ga jullie daarin meenemen. Dus ik hoop dat je het leuk vindt. Ga er lekker voor zitten. Abonneer alvast. Pak er een bakje thee in de tussentijd misschien. En ga er lekker voor zitten en ga lekker kijken. Ik ga de vooraf dingetjes bijzetten voordat ik ga beginnen. Want ik ben niet goed begonnen met het filmen daarvan. Want dat was al eerder gestart door wat redenen. Maar dat komt allemaal nog wel. Daar kom je nog wel eens uit. Dus ik zou zeggen, ga lekker zitten. Bekijk naar de beelden, naar de voorafbeeldjes, fotootjes en dat soort dingen. En dan de rest van de video. Dus ga lekker zitten. Het is een beetje rommelig. I know. Maar ja, dat heeft ook wel eens zijn charmes, toch? Of niet dan? Dus ga lekker kijken en ik zie je zo weer. Toen ik hier in dit huis kwam wonen, hebben we eerst deze kleur op de muur gedaan, zoals je ziet. Mooi van dat olifantenbruin. Toen gingen we die renovatie geven in 2016, eind november 2016. Zoals je al ziet, een beetje rare kleuren zo allemaal. Dus dat vonden we op een gegeven moment wel genoeg. Van bruin en grijs en wit. Dan lieten we hem maar wat vrolijkers. En toen begonnen we het mooie kleuren te geven, zoals dat groen. En zoals je ziet, het is van dat hele mooie, zachte, frisse lentegroen. Sorry voor de foto's, die kwaliteit was toen de tijd nog niet helemaal denderend. We een fris kleurtje op de kachel en alles. We knapten het lekker op, een behangetje erop. Dat was ook nog een klus. Daarna hebben we een vloertje gelegd, maar helaas door de waterschade die wij door meerdere overstromingen hebben gehad. Is dat op een gegeven moment eruit gegaan. De behang is uiteindelijk lelijk geworden door de water die we hebben gehad in het huis. En aangezien dat we nog niet 1-2-3 kunnen verhuizen, was ik het op een gegeven moment zo beu om het in zo'n vies stadium huis te wonen. Van de muren. Kijk, zie je Merkel nog in het klein met haar loopkarretje. En toen heb ik maar besloten om maar alsnog weer te gaan pimpen. Hier blijft mijn kover die kijken ook al zo van een ander kleurtje op de muur. Toen heb ik het nog eens aangekleed, zoals je het ook ziet. Dus dat was de before beelden voordat ik ging beginnen aan het halletje. En zoals je dadelijk ook wel komt te zien, ging dat niet zo makkelijk. Want er zat ouderwets behang op. Dat was niet echt al te fijn. Dus we kregen dat behang er slecht af. Dus het is heel wat dagen gekost om het eraf te halen. We hadden geen zin om zo'n ding te huren. Maar het is ons uiteindelijk gelukt. Alles is eraf. Dus ik ben blij toe. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden om de before shots te zien. Tada! Ja, het verwijderen van het behang. Wij zijn er spontaan eerder aan begonnen dan de bedoeling was. Ik wou het allemaal van begin af aan filmen. Maar helaas, wij begonnen er al eerder aan. En achteraf ook geen spijt van gehad dat wij later mij gaan filmen. Want dit zat ouderwetse behangplak op en dat komt er niet echt makkelijk af. Net gaan we kennen. Kun je ook niet, Bob? Ja. Dat is het laatste stukje wat we nog moeten. Dat is daar zo. Hier ligt ook al wat zooi op de grond. Dus we zijn begonnen met het leeghalen van de... Ja, en dan zou je vragen, waar staat de scooter dan? Nou, de scooter die staat nou... De scooter staat nou even in de trappenkast. Als wat daar aan stond, dat ligt nou even in de woonkamer. Maar goed, dit ga ik zo even opruimen. En dan is het ook allemaal weer netjes klaar. En dan ga ik jullie dadelijk verder vertellen wat ik er allemaal ga doen. Maar voordat we dat doen, moeten we eerst, net als al die oude gaatjes die onder het behang vandaan komen, even niks plemuren. Even niks opschuren, zodat ze weer netjes gemaakt worden. Want het is net gaatgaat. Het gekke is, wij maken daarna weer nieuwe gaatjes. Ja, dat is een muurhuis. Uiteindelijk is het één grote gaatkaas. Lukt het nog, Mop? Ja. Zie ik nog zitten? Nee. Moet ik het overnemen? Nee hoor. Het zou wel moeten. Het laatste stukje. We kunnen niet bij het laatste zo, want daar heb ik geen zin meer. Dat moet dan ook niet. Nee. Dus dat is het laatste stukje, dus we gaan dat even in orde maken. Dus ja, helaas, het is even een bende. Maar dat het is een troepje worden voordat het beter wordt. En ja, we hebben daar ook nog een stukje wat nog even gaat horen. Deze lamp die ga ik ook nog eens pimpen. Dus dat komt ook nog. Dus ja, en dit moet ook nog gefixt worden. Hier zit ook nog een beschadiging. Opschuren. Want met die deur, het is kunststof kozijn en ze slaan altijd zo hard. Het is
Maar Eton blokken, dus het is helemaal kapot gegaan. Dus even netjes opschuren. Dan kan het ook geschilderd worden. Dus ja, we gaan het gewoon weer helemaal strak en mooi maken. Modern, hè? We gaan voor ouderwets en met industriële touch. Dus deze kleurtjes blauw en groen. Ja, dat is verleden tijd. Hier zat een hele leuke gekleurde print op. Ik kan het je straks nog wel een fotootje in beeld brengen. Dan weet je hoe het ervoor uitzag. Goed, nou. Wij gaan even dit verder opruimen en de tas een beetje eraf halen. En dan zie je straks verder het resultaat. Zo! Ja, ik heb nou even mijn statief vast. Ik heb net een ASMR-video opgenomen. Mijn man heeft de streepjes op de muur gezet. Helemaal waterpas. Dus we gaan dat in twee delen doen. En hier hebben we dat namelijk ook. Ja, dit hangt er nog. Dat moet er nog af. Zover waren we niet. We gaan eerst even deze kant doen. Helemaal deze muur. Zo. Ja, ik dacht, ik gebruik mijn statief. Dan kan ik helemaal zo de lucht in. Zo, helemaal de gekste plekken. Goed, nou. Ja. En dit wordt ook nog helemaal anders natuurlijk. Heel die kastbak hier. Ja. Er zit nog een slotje aan de... ding hier zo. Huh? Slotje. Goed, nou. Wat is nou de bedoeling? Dit krijg een kleurtje. Dat krijg een kleurtje. Dat wordt hetzelfde trad als dit. Dat krijgt een kleurtje. Dat blijft hetzelfde. Dat wordt iets veranderd. Dit krijgt een kleurtje. Dat krijgt een kleurtje. En dat krijgt namelijk dit ook. Wat voor kleurtje het is, dat zie je straks. Goed. Dan heb je hier nog de deur. Ja, die moet ik eigenlijk nog schilderen. Maar we moeten even de woningbouw nog even bellen. Want ik ga wel andere deuren erin zetten. Wat alles op slot kan. Ja, met de sleutel, weet je wel. Draai. Ja. Ja, dus dat moet gebeuren, helaas. Ja. Ja, dus we hebben nog een hoop voor de boeg. Kijk, daar is ons huisbouw. Mocht u toevallig willen weten, kijk, huisbouw. En dit is Blessing, zoals je ziet. Het staat er ook op. Even kijken. Blessing. Ja, kijk. Blessing. Mooi. Ja. En dan hebben we hier zo'n Miracle. Kijk, zo'n Miracle. En dan hebben we hier zo'n Miracle. Da-da-da-da. Mijn knappe dochters. Ah, schoolfoto's. God, die hebben ook heel wat gekost. Letterlijk €15 per foto. Maar ja, wie wat wil hebben, hè, die moet ze buiten lopen trekken. Goed, nou, daar gaan we dadelijk aan beginnen. Ik heb net de ASMR-video gemaakt. En, oh ja, de step moet ook nog naar buiten. Dus die ga ik zo in elkaar draaien. Maar ik dacht, ik wil wel weer even een update geven voordat hij dadelijk gaat openmaken en even gaan werven. De eerste deel, want ja, ik moet eerst editen. Ik kan het nog niet schilderen, ik moet even wachten. Dus jongens en meisjes, niet gedrukt. Mijn mag neemt het even zo de take over. En ik ga even editen. Moet ook gebeuren. Ja, echt waar. Dus tot zo. Tada! Nou, zo kom je toch wel eens tot de conclusie. Dat soms zwart wel heel zwart is. Ja. Dus deze is wel heel erg pittig zwart. Hij droogt wel mat op. Dus dat is niet het probleem zozeer. Kijk. De mannetje heeft deze lading erop gezet, maar we hadden toch nog een andere. Ja, ja, dat is een beetje heel lastig, hè. Hoe ga je dat filmen? Zo denk ik. Deze is wat grijziger. Ja, dat komt een beetje raar over op de camera zo te zien. Maar deze is wat grijziger. Oh ja, zo. Ja, zie? Is wel zwart, maar met een grijze ondertoon. Ik denk dat dat wel wat mooier is. Dus die gaan we erop doen. We kunnen hem altijd nog zwarter maken. Dus ja, dit was iets te, denk ik. Aan de ene kant zo door de camera is het wel mooi. Maar aan de andere kant denk je van, wow, dat is zwart. Maar goed, we gaan het even het andere erop gooien en we gaan kijken wat eruit komt. Dus niet weggaan. Tada! We hebben het met anderen gedaan en dat is stukken beter. Moeten we nog een lading doen hoor, maar... Voor nu even dit erop zetten. Even laten drogen. Zie je onze meterkast. Dus ja, die kan gaan drogen. Dus dan ga ik dadelijk nog één keer erop. Maar dat doe ik strakjes. Nu gaat hij eerst even van mij het stopcontactje eraf halen. Hij heeft die inmiddels al afgehaald. Nou, stopcontact is nu in schakelen. Hè? Van de lamp. Dus die gaat eraf. Dan gaan we de onderkant ook schilderen. Dit gaan we dadelijk er zo afhalen.
En dan... goeie man. Ja, top. Yeah. Dus dan kunnen we dat dadelijk ook gaan schilderen. Nou, ik moest nog even repareren. Dat heb ik gedaan. Straks even opschuren. Dan is het helemaal glad en strak. Dus dan kan dat ook. En dan is het allemaal weer netjes. Dus ja, ik ben er wel blij mee. Ik weet niet wat jij vindt, Bob. Ja, ik ook. Ja, hij ook. Oké, dat is mooi. Dus ja, dat zwart was toch iets te zwart. Daarboven moet nog. En daar zit het zwarte nog op. En daaronder zit dat iets minder zwart. Hè? Dat is een beetje dat grijze. Dus ja, ik vind dit wel een stuk chiquer. En als dat ook aan de andere kant zit, dan lijkt de gang wat smaller. Vind je ook niet? Mm-hmm. Ja. En dus dadelijk komt daarboven het lege groen, hetzelfde van de wc. Ja. Dus we gaan zo weer verder. Eerst nog even die dingetjes nog van de muur afhalen. En dan kunnen we dadelijk lekker verder met dingen. Oh ja, en dat touwtje van de kerstverlichting moet nog even naar buiten gebracht worden. Zodat we dat later ook nog kunnen weghalen. Maar we zijn iets aan het schillen. Of niet, Mop? Ja. Zo, lekker traag voor begrip. Dus ik heb er zin in. Dus wij vangen. Tada! Ja, het is met de avond dat ik dit even zo film. Sorry, beeldkwaliteit is daar tevens heel ruk bij. Maar de eerste gedeelte is erop. Het is nogal zwart, hè, zo. Ja, nou zie je de kachel niet meer. Leuk, hè? Ja, dus tot dan hier. Die knopje gaan we dan goud spuiten. Ik ga even Koof binnen laten. Kom maar. Ja, kom Koof. Hop. Zie ik ook bijna niet lopen. En het dingetje wat hier zo zit. Wacht even, moment. Kijk, zo gaat het beter. Ik heb even mijn ringlight te pakken gehad. Kijk, zo zie je het beter. Zo. De netjes afgetaped en gedaan. Toenaal niks afgehaald. Dat is zover allemaal gedaan. De kachel is mooi mee ingeblend, dus je ziet het niet. Kijk. Morgen ziet het beter hoor, maar... De kachelknopje maken we ook goud. Dat is ook netjes. Zie je in de meterkast. De meterkast wordt ook binnenkort gedaan. En hier zo ook netjes. Het is heel lastig te zien zo. In het echt is het beter dan zo'n beeld. Maar in ieder geval, ja, ik ben heel blij mee. Morgen doen we deze kant, maar dan moest eerst die reparaties. Want ja, er wordt af en toe wel eens met de deuren gesmeten. Dus dat hebben we gefixt. Even scheuren, schilderen en dan is het ook weer in orde. Dus dan is dat ook weer gedaan. Dus morgen gaan we de bovenkant verven. Dus dat komt allemaal goed. Dus dat is het tot zover. Zo, nou. Ja, let niet op tafel. Er is nog een beetje rommeltje. Goed. Statief even opzij. Dat is wat draai aan de kant. Zo. Ja, zoals je gezien hebt. Het is nu helemaal netjes af. Voor zover. Voor de eerste deel. Ja, het was een beetje rommelig. Deze eerste start van deze video over het gangetje. Ja, de start was gewoon eenmaal anders. Maar goed. Ik hoop dat je het tot zover leuk hebt gevonden. Wat ik er allemaal van gemaakt heb. Morgen gaan we verder. En dan ga ik ook weer filmen. En dan ga ik dat ook weer zo. Focus. Even weer een focusprobleem hoor. Zal dat weer stof wezen of zo? Zo, misschien dat dat helpt. Ik weet het niet. Morgen gaan we weer verder met schilderen doen. Ga ik ook filmen. Iets beter filmen dan nou. Maar nou was veel grondwerk. En dan ga je zitten en doen. En dan is helemaal niks zo aan. Dus ja. Morgen gaan we verder met het bovengedeelte. Dus dan kan ik wel allemaal een beetje wat meer filmen en doen. Dat is voor jullie ook wat leuker. En dan zie je ook iets meer toekomstplannen daarvan. Oh, daar ben ik alweer wazig. Ik word er niet goed van. Ja, dan doen we het zo. Misschien beter. Hè? Dus daar gaan we gewoon lekker mee verder. Ik hoop nog wel eens dat je het leuk vond. Ik weet even niet wat ik allemaal moet zeggen nu op dit moment. En ja, ik weet het niet. Ik ben uitgepraat, ik ben gewoon moe. Dat zal het wezen. Dus jongens en meisjes, dankjewel. Jongens en meisjes, zo. Jongens en meisjes, dames en heren en genderneutrale, dankjewel voor het kijken. Ik zie je graag morgen weer bij een nieuwe video over het klussen in de gang. Dus doe alvast een duimpje omhoog, abonneer op mij om het allemaal in de gaten te houden. En dan zie je me snel weer. Tot morgen!